Nou, Melle, vertel, wat vind je niet vet aan Bioshock? Ik vind het te gewelddadig. Te gewelddadig? En te saai. De gameplay? Ja. Nou, daar kan ik niks tegen brengen. Het is echt, ik vervuilde me echt enorm. Heb je op PC gespeeld? Nee, normal. Maar ik heb op PC gespeeld. Echt waar, waarom? Omdat ik combat totaal niet bevredigend vond. Het maakt niet uit, neemt niet weg tot het verhaal en de wereld. Een van de best gerealiseerde maar wereld. Maar ik vind wel het contrast, ik vind sowieso dat ze niet genoeg doen met de wereld. Hoezo? Heb je niet in alle hoekjes alle voxapans gekeken? Ik heb best wel wat, hoeveel kun je er? 83 of zo? Ik denk dat ik er 60 of zo heb gescoord. Nou, dan valt het toch niet. Maar, nee, maar het is niet, kijk, het ding is, je kan een heel mooi gerealiseerde wereld maken, maar eigenlijk doen ze er niks mee. Want je bent gewoon gangetje gast aan het afknallen. Klopt. Dus af en toe drijft er een huis voorbij en het ziet er allemaal leuk uit. Maar je hebt verder niks aan die wereld. Het had er ook gewoon op de grond kunnen plaatsvinden, behalve dat dan visueel minder spannend is. Nou ja, ik vond het vet aan die wereld. Wel degelijk hoe ze met verschillende tijdslijnen bijvoorbeeld. Wat ik tof vind aan Bioshock. Ja, ik ga niks spoilen. Helemaal niet. Ja, want er zijn mensen die hier op de redactie die zich niet eens realiseren dat ze bezig zijn met verschillende tijdslijnen. Oké. Nou, laten we het daar dan niet over hebben, maar gewoon hoe, net zoals met Bioshock 1, maar hoe de achtergrond van Rapture, hoe dit tot zand kan. Ja, maar dat begin werkt veel beter. En de ding is ook dat, jawel, want een hele kleine ding is bijvoorbeeld de Big Daddy in Bioshock 1, ja. Die zie je eerst. Die wordt heel rustig geïnteresseerd. En op het moment dat je... Wat? Songbird ook. Ja, maar goed, weet je, die maakt veel minder indruk. En het is voor mij maakt die veel minder indruk, want hij wordt... weet je, je ziet Songbird niet interacten met dat meisje, je ziet niet hoe die echt in die wereld past. In de Big Daddy zag je dat wel. En op het moment dat je er dan tegen ging vechten, dan was het ook echt een big deal. En bij Songbird heb je gewoon zoiets van, ah, eindbaas. Want het wordt niet goed opgebouwd. Nou, ik bedoel, wat Songbird betreft is er al aangekondigd dat daar DLC over gaat komen. Tenminste, dat er zijn sterke geruchten dat de bouw van Songbird dat een dingetje gaat worden. Dat is geen excuus trouwens, dat betekent dat het in die game inderdaad niet goed uitgewerkt is. Maar wat jij zegt dat die wereld niet goed gerealiseerd is, dat er ergens anders op plaats kunnen vinden, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Gewoon... Ja, maar het is eye candy. Het is niet nodig dat het zich in die wereld afspeelt. Nee, wel. Alles in die wereld zit daar met een reden en is ter ondersteuning van het verhaal. Ter ondersteuning van de bouw van Columbia en de orde van Columbia. Vanaf het eerste moment dat je in Columbia aankomt en dat je gewoon vredig door het stadje rondloopt voordat je überhaupt een vijand ziet, totdat je op een gegeven moment in het museum gaat en in de sloppenwijk komt en dat soort dingen. Ja, voordat je überhaupt een vijand ziet, want dan heb je het wel over het begin, weet je. Ja. In het begin is het, dan denk je, dan ben je gewoon bezig en dan ga je die vuurtoren op en dan kijk je om je heen en je ziet allemaal dingen, je krijgt hints van dingen. En toen had ik wel zoiets van, ah, weet je, dit voelt dit zwakker meer, ik ben aan het kijken. Je weet wat er vaker gebeurt. Dan loop je door die stad, er wordt niks uitgelegd, je moet een beetje rondkijken. En dan krijg je het moment waarop de game begint. Ja. En het eerste wat ik deed is met een haak iemands hoofd 180 graden omdraaien. En daarna groef ik zijn hart van een ander iemand eruit met de haak. Dat die contrast tussen het extreme geweld en dat verhaal wat probeerde op te bouwen was zo groot dat ik er meteen uit was. Het werd meteen een shooter, het werd lineair gaan je gasten afknallen en het verhaal deed er niet meer toe. Want ze hebben helemaal niet de moeite genomen om die twee dingen een beetje bij elkaar te brengen. Nou, ik bedoel, die game, alles in die game is gewelddadig. Het is niet het contrast tussen inderdaad het verhaal wat niet extreem gewelddadig is en de actie. Maar het is niet zo dat er bepaalde dingen minder gewelddadig zijn dan andere. Je ziet, als je in een museum komt, dan bedoel, het hele Wounded Knee verhaal is net zo naar als de dingen die jij onderneemt in die game. Ja, en ik snap dat wel een soort van punt is wat proberen te maken. Maar aan de andere kant wordt dat ook weer ontkracht omdat je de hele tijd die chick met je mee hebt lopen. Die aan het ene moment aan het janken is omdat je een gast hebt afgeschoten. En je dan extra ammo geeft om meer gasten af te schieten. Dus iets van, weet je, dan heb je gewoon niet helemaal goed nagedacht over wat die ervaring gaat zijn voor mensen die dat gaan spelen. Aan de andere kant, ik bedoel Elizabeth, die maakt niemand van kant. Die is wel degelijk geëmotioneerd door die dingen die gebeuren. Nou, maar sorry, maar iemand die, weet je, als jij hier mensen door hun hoofd staat te schieten en ik geef jou extra munitie, dan is dat net zo erg dat ik ze zelf door hun hoofd ga staan schieten. Vind ik niet. Dus maakt ze heel veel mensen van kant. Nee, die chick die probeert te overleven. Ik bedoel, ze moet wel. Ze de hele fucking wereld is naar haar. Dus ik heb ook niet excuus. Het is een beetje een nazi-excuus, vind ik het. Ik probeer te overleven. Wat had ze dan moeten doen?
Ze had gezegd toch een soort van special abilities. Ze had ook nog iets anders kunnen gebruiken. Gebruik ze toch ook als jij een minigun wil gespawnd hebben, dan spant ze een minigun. Ze spawnt dingen zodat er nog meer mensen dood kunnen gaan, waardoor ze eraf zijn. Er vrij, zodat ze later over kan janken dat mensen zijn dood gegaan. Ze jankt er één keer over aan het begin? Nou, ze is wel, weet je, het zit altijd al wat verschrikkelijk en blablabla. Ik vond het niet ongeloofwaardig. Ik weet niet of ze dat anders hadden kunnen, als ze dat weg kunnen rennen, maar dan had je geen Elizabeth meer gehad. Ja, nou ja, goed, ik had dat niet erg gevonden. Ik heb er namelijk, persoonlijk ben ik er geen fan van als je altijd iemand op sleeptouw hebt. Nee, maar het is niet zo en dat ik je heb ook wel een paar keer. Nee, maar je hebt wel een paar keer gehad dat ik zit te knallen en dat ze er lekker voor gaat staan en zo. Ze vangt toch geen kogels. Ja, maar dan nog, weet je, het is wel irritant, ik wil dat niet. Als je dan toch zo iemand met je mee gaat sturen, dan moet je er wel voor zorgen dat die persoon niet in de weg staat. En dat jij gewoon door kan spelen. Kijk, ik bedoel, het is geen ICO waar we het over hebben. Het is gewoon, ze is aankleding en ze is geen gameplay element. Nee, maar het is meer dat ik in de algemeenheid de dynamiek van een extra speler meeslepen die door de computer bestuurd wordt, ben ik daar geen fan van. Ik vind het hier niet bijzonder goed uitgewerkt. Ik vind dat of iets, echt iets toevoegen, behalve dat dan lekker gratis geld en munitie krijgt toegegooid. Nou, weet je, bedoel, ik denk dat er hoofdreden was om het verhaal verder uit te bouwen. En er zijn zeker wel momenten dat je met haar bent, omdat ze je achtergrondinformatie en dergelijke geeft. En ja, dat ze in de comment verder niet veel meer doet dan shit aangeven. Dat, ja, wat, ik weet ook niet, ze zal een gun kunnen oppakken. Maar dat zou er niet moeten zijn. Nee, wel, want dan had je een hele hoop expositie in die game niet gehad. Nee, dat had je ook op een andere manier kunnen oplossen. Waar had die chick de hele tijd moeten zijn? Nou, je gaat haar redden. In een rugzakje op je rug. Yoda-stijl. Banjo-Kazooie. Ja, weet ik veel. Je hebt ook van die games, dan ontvoeren ze iemand en dan zie je er geel uit een raampje. En dan wordt het jou verteld. Dus, ja, weet je. Er is wel iets of dat ze even weggaat of dat ze gewoon permanent achter je loopt, dat ze niet in de weg zit. Of... Kijk, ik heb een hoop problemen met de gameplay van Bioshock, maar Elizabeth is daar niet van ding van. De problemen zijn bij mij dat de combat repetitief is en dat er gewoon af en toe een dozijn vijanden uit een steegje komt rennen, uit een monster closet en die je dan allemaal neermaaien voordat je weer verder kan lopen. Kijk, ik sta op Twitter ook al gelijk om die game aan het spelen, als ik dat maar prima willen spelen zonder vijanden. Ja, dat je gewoon doorheen loopt. Sterker, dan was je misschien wel beter geweest, want dan had je gewoon lekker die omgeving eens goed kunnen bekijken. Ja, dus dat ik heel tof vond. Maar ik had wel liever gehad dat die game ook, ik snap ook wel dat was Bioshock ook niet, maar ik wist iets van, je hebt die stad, het is een heel erg gelimiteerde omgeving. Ja. Ik had hem liever als open wereld gehad en niet als gangetje. Nou, hij is semi-open, ik kan vaak wel terug. En er zijn vaak een hoop extra ruimtes om te ontdekken waar die andere 23 voetstukken zijn. Ja, maar je kan niet vrij door die stad heen lopen. Je wordt gewoon wel gedwongen om van punt A naar punt B te gaan. En dat proberen ze dan te verstoppen door af en toe een paar extra kamertjes aan de zijkant te doen. Allemaal valide kritieken, maar dat neemt niet weg dat zowel de wereld als het verhaal een van de meest memorabele in een spel en recente geschiedenis voor mij zijn. Ja, ik kan geen spel beginnen waar het verhaal me meer deed. Dus er zijn wel spellen waar een verhaal me hoop deed, maar niet zoveel als het einde van Bioshock. Was het een schok voor je, het einde van Bioshock? Nou, zeg, ik had hem al vrij snel door. Namelijk. Ik vond de schok niet te knappen. Ze liet gewoon een hoop dingen wazig die ze op het einde allemaal uitlegden. Maar ik had niet zien aankomen hoe het precies in elkaar stak. Ook omdat het verhaal zo wazig was. Ja. Is het natuurlijk ook een moeilijk concept om dat goed te krijgen. Maar ik had het op zich, vrij aan het begin heb je dat ding. Dat je heads or tails, toen had ik hem al ongeveer door. Ja, dat is knap. Dat ik zoiets van, oké, nou goed, dat is dan zat er één ding in, dat had ik dan niet verwacht. Dus dat trouwens wel gewoon compleet spoilers. Ik denk dat er nu wel spoiler warning bij moet. Nee, want ik zeg toch niks? Ja, maar als je weet dat je daaruit meer moet halen, dan... Als je dat niet doet, dan heb je niet goed opgelet. Dat is mijn punt. Nou, er gebeurde aan het begin zoveel wazige dingen dat ik niet zo goed wist waar ik nou wel en niet waarde aan moest hechten. Nee, oké, maar goed, zij komen natuurlijk nog terug. Die twee, en dan denk je, dan zou je toch als speler ook wel de hint moeten kunnen pakken dat wat zij doen misschien wel belangrijk is. Ja, maar dat kan, tuurlijk, dat het belangrijk is. Ze staat vanaf de eerste scène buiten kijf, maar hoe het in elkaar steekt en wat hun rol in het universum is en wat er überhaupt gaande is met het universum, vond ik heel tof. Maar goed, mijn punt is een beetje dat ik vind dat de gameplay afbreuk doet aan de wereld en absoluut. Het verhaal. Absoluut. En dat ik eigenlijk... Ik vind dat ze daar iets beter over na hadden moeten denken. Ik zou niet weten wat ze hadden kunnen doen. Interessante gameplay bedenken. Ja, maar wat ga je dan doen? Een coversysteem? Meer krachten? Nou ja, kijk, sowieso die figures heb ik helemaal niet gebruikt. Nee, omdat ik sneller door die geschietscènes heen kon. Nog helemaal niet. Die waren dus ook nooit nodig. Nee, nou, als je sneller door die game heen wilde. Nee, echt, je kan ook knallen. Ja, maar als je mensen in hun hoofd schiet, dan ja. Nou, die Patriots, die
mechanical creatures moest je af en toe wel onder je wil, maar dat is voor je gaan. Ik liep er gewoon omheen en ik schoot in de rug, dat werkte bij stand. Dat werkt ook wel, ja. Ja, maar ik vind dat echt jammer, want ik ben het met je eens dat die wereld heel tof bedacht is en heel mooi gemaakt is. Dus geen game die erop lijkt. Nee, en ik vind het ook heel erg in de lijn van Bioshock en misschien zelfs wat terug naar System Shock te zien. En dan moet ik zeggen dat ik het verhaal, ja, weet je, ik denk dat ik niet die keuze had gemaakt. Ik vind hem eigenlijk te makkelijk. Dat ik denk dat je interessantere keuzes hadden kunnen maken met het verhaal en de omgeving. Maar goed, weet je, het was niet heel slecht. En dan hou je het, maar goed, uiteindelijk blijft het een game. En als in een game dat wat ik speel niet interessant is, dan vind ik het geen goede game. Als interactief verhaal vond ik het te gek. Als game is inderdaad erg zwak, maar dat heeft geen afbreuk. Maar ik heb de afbreuk gedaan. Ik bedoel, het was er misschien nog lyrisch ook geweest, maar het deed niet afbreuk aan hoe goed ik het verhaal in het universum vond. Oké.